En die tegenstander VVSB begon goed aan 2018 door te winnen van GVVV. En dit is na een half uur spelen een schitterend doelpunt van Peet van der Slot. En dus begint VVSB ook goed aan dit duel uit tegen nummer 15 Achilles. Peet van der Slot, wat een verhaal. Deze week kondigde hij aan dat hij na dit seizoen stopt bij VVSB na 10 jaar voetbal. Hij speelt eigenlijk niet meer dit seizoen in de basis, mocht dat vandaag wel door ziekte. En maakt dan dit doelpunt. Achilles wil dan en moet dan in de tegenaanval. Maar het is VVSB dat er vandoor wil gaan. Goede onderschepping. En dan kan Geutjes er vandoor. Edar Koui met een mooie lange bal op Niels Willems. Niels Willems wipt hem daar over Valk heen en het is 1-1. Verrassing compleet. Het team van Frans Derks. 19,5 jaar is de gemiddelde leeftijd die op het veld staat. En een van die 19-jarige middenvelders, Niels Willems is de naam, maakt prachtig over Ruben Valk de 1-1. En zo wordt het spannend op de heikant. Edar Koui in de tweede helft. Met de paas richting de rechterkant. Een van de Australische tweelingbroers, Ryan Lambert, geeft hem af op Begic. Redding van Valk is noodzakelijk om de voorsprong van de Groesbekers te voorkomen. Fini, oeh, die springt daar helemaal verkeerd. En brengt daar Tommy Bekooy in stelling. Redding van Rooyendijk en dan gaat die bal erin. Verschrikkelijk treurig voor Justin de Vos, maar hij maakt een eigen doelpunt. 10 minuten na rust. Eerste misser van Fini. Het schot van Bekooy wordt nog gekeerd door Rooyendijk. En Justin de Vos kan helemaal niks doen aan deze 1-2. Die eigenlijk onterecht is, want Achilles speelt fris en fruitig in die tweede helft. Dit is een schot. Dat wordt gekeerd door Rooyendijk. Een schot van Pauw. De spits van VVSB. De corner wordt in de kluts nog geraakt. En gaat er dan in? Ja, gaat erin. Het is een doelpunt van Mitchell Teuns. Hij scoorde nog niet dit seizoen, maar doet dat nu wel. De corner valt precies goed in de kluts. Achilles krijgt de bal niet weg. En Teuns schiet dan nog via Rooyendijk de bal erin. En er staat 1-3. Wedstrijd lijkt dan beslist. Zeeman, de aanvoerder, moet het dan maar een keer gaan proberen. De bal gaat naar de rechterkant. En daar kan dan nog een keer Begic komen. Schoot al op de paal. Dit is nog een schot. En het gaat tegen de lat. Het is een kans voor Achilles om het nog spannend te maken. Maar hij wil er niet in. Het schot is echt knap vanuit de tweede lijn. Valt kansloos. Maar Achilles ook met die 1-3 stand. Nog maar 1 minuut te gaan aan officiële speeltijd. Begic opnieuw. De voorzet. Willems maakte al de gelijkmaker. En dit is de aansluitingstreffer, maar die komt niet van een hoofd van een Achillesspeler. Het is Josic, de aanvoerder van VVSB, die het nog spannend maakt. Met niemand in de buurt eigenlijk. Hij kopt hem gewoon over doelman Valk. Het is wel het laatste doelpunt van deze wedstrijd. VVSB wint ten nauwe nood, maar Achilles mag trots zijn op dit resultaat. Het staat wel in de degradatiezone nu. 29 en VVSB...